Dat ik jullie even bijkletsen. Er is namelijk echt zoveel gebeurd in de afgelopen 2 weken. Want wij hebben namelijk vorige week, serieus, in 1 week eigenlijk het hele huis geregeld. Oh, dat vind ik zo spannend. Ik weet niet. Ik ben wat dat betreft echt zo'n emotionele Harry. Zo. Ik word hier helemaal vrolijk van. Hey! Ja! Daar zitten we dan hoor. Gezellig hè, meid. Zo, ik ben er helemaal klaar voor. Kijk dan, ik ben altijd als de dood dat het dus opgesloten zit en er niet meer uit kan. Hier zitten de dames van de motivatie. Een hele goede morgen. Het is weer tijd voor een nieuwe weekvlog. En het is lekker vrijdag bij mij. Ik heb weekend, maar het was nogal een hectische ochtend vanochtend. En ik moet zeggen, het is 9:30 en ik ben er nu al helemaal klaar mee. Eerst begonnen we met een kleuter die moe was van het einde, of zeg maar door een hele schoolweek. En nu even op zijn tandvlees voor de laatste dag ging. Achteraf dacht ik, had ik hem thuis moeten houden. Maar aan de andere kant, ja weet je, het is ook wel even lekker gewoon even naar school een paar uurtjes. En de meiden die, ik weet niet, maar die hebben ook al de hele ochtend nergens geen zin in. Dus 9:30, ik heb ze allemaal op bed gelegd. Ik ben wel al lekker helemaal gedoucht en zo. Ik heb alleen nog niet gegeten, dus dat ga ik eerst even doen. En dat doe ik lekker met yoghurt, havermout, chiazaadjes, rozijnen, mango, banaan en pindakaas. En een theetje. Laat ik jullie even bijkletsen. Er is namelijk echt zoveel gebeurd in de afgelopen 2 weken. Maar ik heb natuurlijk vorige week niet geüpload. En eerlijk, ik had dus wel een stukje gefilmd. Alleen uiteindelijk toen ik de beelden ging terugkijken, toen dacht ik nee, sorry, maar dit kan gewoon niet. Het is super kort. Het is gewoon, ja, het is gewoon te weinig om te uploaden. Dus ik dacht, ik doe gewoon even een weekje niet. En dan ben ik er volgende week weer. En dan vertel ik gewoon in 1 keer alles. Want wij hebben namelijk vorige week, serieus, in 1 week... eigenlijk het hele huis geregeld. Echt bizar, maar we hadden gewoon zoiets van, nou, we moeten gewoon doorpakken. En omdat je nu ook niet bij tig winkels gewoon gaat kijken, dachten we van, we gaan gewoon naar een winkel die en badkamers en keukens hebben. En daar gaan we gewoon kijken of dat we hetgeen kunnen, ja, realiseren wat we graag willen. En uiteindelijk is dat dus gelukt. Dus we hebben vorige week op woensdag hebben we de badkamer geregeld, helemaal samengesteld en gepland ook. En we hebben op vrijdag hebben we datzelfde gedaan bij de keuken. Dus ook die hebben we helemaal samengesteld. En dit keer gelukkig ook bij een bedrijf die gewoon alles gaan doen. Dus demontage, het verleggen van leidingen, elektriciteit, het plaatsen, afval. Alles wat er in principe moet gebeuren. Volgens mij behalve stukken en schilderen. Dat gaan zij dus doen. Echt super fijn. Dus badkamer en keuken geregeld vorige week. En we zijn ergens geweest voor de vloer. Dat hebben we voor boven geregeld. En voor beneden zit ik nog een klein beetje te twijfelen wat ik daarmee wil. Want ik zat namelijk, boven gaan we een soort van, ja, we gaan een PVC visgraatvloer leggen. En eigenlijk dacht ik van, ik vind dat gewoon ook heel tof beneden. Alleen, ja, ik weet niet, ergens heb ik nog twijfel. Dus misschien dat ik toch nog door ga kijken voor andere dingen. Maar in ieder geval is dus boven dat geregeld. De schilder is vorige week geweest. Wanneer was dat? Dat is een matter. Maar die is dus ook geweest. En die hebben we, daarmee hebben we alles doorgenomen. En we hebben deze week hebben we al het eerste gedeelte van het kantoor geregeld. Dus echt, nou gewoon in 1 week hebben we eigenlijk gewoon letterlijk, laten we zeggen, nou ja, een heel groot percentage van wat we moesten regelen, hebben we gewoon gefixt. Dus echt super blij mee. Goedje? Hou mama maar vast. Kom je, Charlie? Schoentjes aan doen? Ja, mooi hè? Ja. Ja. Kom je? Kindje opgehaald, Ramosi. En nu zijn we lekker in het bos. En we gaan lekker picknicken. Gezellig met z'n vieren. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. Want zometeen gaan ze natuurlijk allemaal rennen. Maar
als er brood is, komt het eerst altijd goed. Wij zijn weer thuis. Dat is echt super leuk en helemaal goed gegaan. Ik vind dat altijd ergens een klein beetje... Nou, spannend is een groot woord, maar meer... ja, weet je, Bobby en Charlie zijn natuurlijk nog best wel klein. En die gaan echt alle kanten uit. Dus als je dan naar een grote speeltuin gaat, dan kan het echt zomaar zo zijn dat Ramos helemaal achter in de speeltuin staat. En dat een van de meiden die kant op rent en de andere dame naar de andere kant. En dat ik dan als een of ander gek hier achteraan aan het rennen ben. Maar dat viel best wel mee dit keer. Ze bleven best wel goed bij elkaar en Ramos ook. En nou, dus helemaal gewoon goed gegaan en voor herhaling vatbaar. We zijn zelfs echt gewoon 2 uur geweest. Nu lekker thuis. We zijn in de tuin aan het spelen. Missen de meiden en Ramos. En ik was net even op mijn telefoon een lichtstoelen aan het bestellen voor het nieuwe huis. Echt super leuk. Want ik had van die leuke lichtstoelen met bamboe. En ja, helemaal leuk had ik gezien. Dus die ga ik zo bestellen alvast. Dus het eerste wat ik gewoon in een webshop ga bestellen voor het nieuwe huis. En toen bedacht ik mij dus net dat dit een van de laatste momenten denk ik gaat zijn dat wij... gewoon in het huis zijn zonder ook maar dat je ergens ziet dat we straks gaan verhuizen. Want we gaan over 2 weken gaan we op vakantie. Als jullie dit kijken over 1 week. Gewoon in Nederland even een weekje naar een camping. Ja, schatje. Ben je liever hier een beetje kwijt? Oh jee. En als we dan terugkomen, dan krijgen we echt al bijna de sleutel. Dus ja, vanaf dat moment gaan we ja, inpakken, klussen... Allemaal dingen doen. Dus dit is echt zo'n laatste stukje. Oh, dat vind ik zo spannend. Ik weet niet. Ik ben wat dat betreft echt zo'n emotionele Harry, zeg maar. Maar goed, dus ik ga even lekker genieten met het kindje buiten. En vanavond komen ook gezellig mijn ouders. En ik dacht net, weet je wat ik doe? Morgen komen de boodschappen. Wij gaan vanavond lekker pizza bestellen. Echt. Gewoon op ons gemakje. Oeh, lekker. Wij hebben weekend. En die gaan we helemaal culinair beginnen. Ik kan best even bakken. Met pizza. Wat een heerlijk weer. Echt, ik word hier helemaal vrolijk van. Hey! Ja! Ik ben net lekker met Ramos naar de voetbal geweest. En daarna heb ik zelf even gesport op kantoor. Oh, hey vriendinnen. En hier zijn lekker... Auw! Auw, schat. Zijn mijn vriendinnetjes lekker aan het buiten spelen? Oh, dat is zo lekker. Soms vraag ik me af waarom ik niet gewoon... Toen ik 18 was en toen ging ik naar Barcelona... waarom ik niet gewoon daar ben blijven wonen. Ik word altijd zo vrolijk van dit weer. En gewoon zijn er allemaal leuke dingen zeg maar te doen. En ja, ik weet niet. Goed verhaal. Ja, goed verhaal. Ja, lekker. Ja, waarom gaan we niet ooit in het buitenland wonen? Ja, vind ik een heel goed idee. Ja. Ik ben voor. We hebben alleen net een huis gekocht hier. Dus dat is eigenlijk wel niet zo handig. Lekker koffietje. Naar de directeur van ons gezelschap. Oh. Kijk eens, directeur. Zit hier hoor, lekker met zijn zonnebrilletje alles. En zijn broekie. Kijk, kijk. En ook nog zo'n boordje en zo. Ach, ga je zeggen. Hij doet even de tuin. Zij haalt de tuin overhoop. Good morning. Het is vandaag. Welke dag is vandaag? Nee, het is niet maandag. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Zaterdag en zondag zijn we vrij. Ja, het is vandaag dus zondag. Woensdag en wij, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja. Je zou het even moeten zien, dit hele tafereel. Hier voor mij. Maar goed, het is dus zondagochtend. En ik lig lekker in bed. Zoals je dus al wel in de gaten hebt natuurlijk. Hier met mijn slaaphoofd. Ik heb een ontbijtje op bed gekregen. Ja, ik heb een ontbijtje op bed gekregen. En ik ga even alleen chillen. Nee, ik ben ook nog erbij. Ja, daarom. Je hebt het ook nog erbij. Gisteren was een hele leuke dag. Want ik heb niet zo heel veel meer gefilmd. Maar ik was met 2 vriendinnen naar een speeltuin geweest met de kindjes. En daarna was er nog een vriend van ons. Even wachten nu, Ramos. Was er nog een vriend van ons. Die was dus bij ons. Gezellig. En uiteindelijk s'avonds... ja, ik heb verder niet meer gevlogd in ieder geval. Dus vandaag is het lekker zondag. We hebben een volgens mij redelijke chilldag in de planning. Morgen hebben we allemaal opnames voor nieuwe workout video's. Dus we gaan het een beetje rustig aan doen vandaag. Ik zat net te kijken. Ik heb dus buiten een enorme puist. Hoe dan?
heb ik allemaal van die vlekken rondom mijn mond. Even doe normaal. Twee van die rode vlekken. Echt heel raar. Zie je dat? Dit. Ik weet niet wat dit is. Ik zag dit van de week ook al een keertje. Ja, geen idee. Ik hoop niet dat dit iets blijvends is. Want het ziet er natuurlijk niet uit. Maar goed. Niet aankomen. Hey, zitten jullie kinderen ook altijd overal aan? Die van mij wel, hè? Ook waar die niet aan mag komen. Oh. Ik heb ook de hele tijd het gevoel dat ik dus iets moet doen. Alvast voor het nieuwe huis en de verhuizing straks, zeg maar. Snap je? Nu hebben we nog geen sleutel. En vanaf dan gaat het echt beginnen. Maar ik denk elke keer, oké. Nu kan ik dus alvast dingen gaan doen. Die dan straks heel goed uitkomen dat ik het heb gedaan. Alleen ik weet dus gewoon niet wat of zo. Stom is dat, hè? Inpakken gaat niet, want het duurt nog veel te lang. Dingen regelen, ja, hebben we al heel veel gedaan. Je kan ook niet sneller dan snel. Dus moet ik het dan gewoon laten en denken, nou laat maar. Dat kan ook natuurlijk. Ik denk dat ik dat maar ga doen. Inmiddels alweer bijna lunchtijd. Ik heb lekker boxjes gemaakt voor de kindjes. Want we gaan zo naar het park. Ieder een krentenbolletje, ieder een stukje brood. En deze om te delen. Dus die ga ik meenemen. Kijk hoe leuk deze bakjes zijn. Die heb ik ooit een keer gekregen. Echt, nou, zeker een jaar geleden. Boho Tiffin heet het. Ik vind ze helemaal leuk. Ik gebruik ze eigenlijk niet heel vaak. Moet ik wel heel eerlijk toegeven. Maar als je dan gaat picknicken, is het wel leuk. Daar zitten we dan hoor. Gezellig hè, meid. Zo. Check, check, check. Lekkere curry. Bij soep gingen eten. Nee, ja, check trouwens even ik hoe. Heb er een curry van gemaakt. Oh. Lekker toch? Verse koriander. Kijk hoe bruin ik ben, het is niet normaal. Ja, ik dag. Ook. Ik ben ook echt super. Ik ben zelfs een beetje verbrand. Oh, dat is niet de bedoeling, hè? Lekker wel hoor. Curry met soepstengels. Good morning, good morning. Wij zijn ons helemaal suf aan het haasten. Want het is maandag, ja. Zo, dat is balen, dat je gewoon op maandagochtend rijden. Oh. Nee, rustig. Oh, sorry. Het is een ongelukje gebeurd. Oh, dat je gewoon op maandagochtend langs de weg staat. Ik dacht kapotte auto hoor, volgens mij. Ja, dat zou ook kunnen. Maar goed, in ieder geval, wij zitten in de auto en wij gaan vandaag... opnemen. Sporten. En niet zo'n beetje ook niet. Want we hebben... Heb je zin in? Ja, ik heb er wel zin in. Ja? Ja, vooral ook omdat ik zo'n lekker tentje heb. Zie je dat niet? Ik kan elke keer als ik naar mezelf kijk, denk ik, jeetje. Nou, ja, je bent wel bruin. Nee, echt bruin. Niet te doen gewoon. Normaal gesproken heb ik altijd zo'n immens wit gezicht. Echt niet te doen. Als je mij zonder make-up ziet, dan schrik je eigenlijk helemaal kapot. Omdat ik gewoon net zo wit zie als ik bijvoorbeeld voor een muur ga staan. Nou. Nee, dat is wel zo. En nu ben ik lekker helemaal bruin. En ja, we zijn dus onderweg naar Tilburg. Want we hebben vandaag opnamedag. We gaan een hele nieuwe reeks opnemen. En ik heb er wel zin in. Vooral het eerste gedeelte, omdat het iets helemaal nieuws is. Dus nou, dat gaan jullie allemaal binnenkort zien. Eerst even lekker mijn shake drinken, een stukje rijden en dan worden zo meteen mijn haren gedaan. Dus dat vind ik wel leuk. Dat is de eerste keer dat we dat ook doen. Maar ik dacht, laat ik eens een keer uitpakken. Zo, ik ben er helemaal klaar voor. Kijk dan, ik heb even mijn haar laten doen. Ik ben er helemaal blij mee. Ik dacht, laat ik eens een keer dit doen om... het goed te laten zitten tijdens de workout. Nu nog eventjes een plasje doen en dan gaan we beginnen met de binnenworkout. Woehoe! Even kijken, op slot. Ik haat het dus altijd om wc's op slot te doen als ik ergens ben. Want ik ben altijd als de dood dat ik dus opgesloten zit en er niet meer uit kan. Maar deze wc ken ik, dus dat gaat goed. Oké. Okay. We
Maar tijd om even een koffietje te drinken. Ik heb net 2 workouts opgenomen. 1 10 minutes booty workout en 1 10 minutes cardio hit. En Lynn heeft net ook een, wat heeft ze opgenomen? 15 minutes core workout. Dus die komen heel binnenkort in onze New Fit Mama app, in het Fitplan. Ik zal even een linkje onderaan in de beschrijving zetten van ons programma. Nu even lekker een koffietje, een beetje relaxen. En dan gaan we nu verder met een reeks andere workouts. Die ga ik nog niet vertellen. Maar ja, dat wordt in ieder geval wel weer even knallen. Gelukkig was Lynn jarig. En hebben we dus mini taartjes meegenomen. Wij dachten, we kunnen geen grote taartjes gaan eten. Want ja, als je dan heel de dag aan het sporten bent, dan is dat niet chill voor je buik. Maar goed, een mini taartje, dat past wel. Het is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld heel veel water gaat drinken tijdens een workout. Dan heb je alleen... Dat is zo niet chill. Dus, Danny, onze editor. Yo! Yo! Drie oefeningen is goed. Ja, drie oefeningen. Ja, zou ik doen. Ja. Ja, ik zou ze achter elkaar doen, zeg maar, gewoon, weet je wel. En dan gewoon een smooth overgang maken. Lynn? Dan is gelijk wat gebeurt er wat. Dit is gewoon setje 1. Maar eerst even lekkere broodjes. Ik ben dus echt helemaal niet van gewoon een broodje met hummus en klaar. Dus ik doe altijd lekkere dingen erop. Dit keer hummus, sla, mozzarella, tomaat en peper. Lekker, hè? Dus dat ga ik even eten. Workouts uitwerken en dan ben ik zo meteen weer aan de beurt. Hier zitten de dames van de motivatie. Lynn is... Kijk, Lynn is de coach van Ed. Kan ik eindelijk eens even... Hoppatee! 10 seconden nog. 9, dan heb je pauze. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en pauze. Kijk eens wie ik hier heb. Bobby. Ja, Bobby, hè? Ja. Wij zijn weer lekker thuis, de hele dag opgenomen. En nu... Heb ik lekker de meiden opgehaald? Ja, je was bij Jevnisha, hè? Ja, gaan we lekker naar huis eten. Honger. Dankjewel voor het kijken naar deze weekvlog. Dat was hem weer voor deze week. Wij hebben lekker gegeten, zijn het opruimen. Kindjes zo lekker in bad en zo doen, dus ik ga hem afsluiten voor nu. Dankjewel voor het kijken, laat een reactie achter als je iets wil weten of vertellen of wat dan ook. En ik zie jullie volgende week weer.